Ik ben Safora en ik herdenk mijn dochtertje Dejali. Ja, ik had allemaal plannen gemaakt. Ik had een hele boekwerk geschreven over hoe mijn zwangerschap was geweest. En bepaalde speciale dingen die er waren gebeurd. Foto's gemaakt van mezelf en van mijn buik en dat soort dingen. En dan kijk je er wel echt naar uit van oké, nu gaat ze echt komen. Ze was een beetje als mij. Tenminste, zo kwam ze over. Heel rustig, heel kalm. En ik merkte het al gelijk dat ze echt mijn persoonlijkheid had. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Ik denk, nou ja, het is niks. Dan gaan we het heel goed met elkaar kunnen vinden, denk ik. We gaan elkaar heel goed kunnen begrijpen. Dus ja het was een mooi moment. Ja, het was echt een... Zij is onverwacht is zij komen te overlijden, nauwelijks 24 uur later thuis. En tot de dag van vandaag weten we niet waaraan ze is komen te overlijden. Dus dat was, mijn wereld stort een beetje in, want dus, je verwacht het natuurlijk niet. Het is niet iets waar je aan denkt wanneer je in je verwachting bent. Dus. Ik heb een sokje van haar in mijn sokkenmand. En dan zo nu en dan als ik erin ga, of als ik aan het opruimen ben, of als ik nieuwe sokken erbij zit, of wat dan ook. Dan pak ik hem even op, daar ruik ik er even aan. En dan ruik ik natuurlijk niet meer naar haar, maar gewoon het idee daarachter. Ja. Anderhalf jaar later, toen had ik besloten om een tattoo te zetten van haar naam. En een vlinder, want er was een Facebookpagina waar ouders of familieleden hun geliefde konden herdenken. Dus ik vond eigenlijk troost. Het feit dat ik niet de enige was die een geliefde of een kind was verloren. Dat helpt wel dat er ook andere mensen zijn die net ook hebben meegemaakt. En die ook weten wat je voelt en die ook vertellen hoe zij er doorheen zijn gekomen. Ja, en in de Facebookgroep stond de vlinder dan symbool voor de overleden kindjes. Dus vandaar ook dat ik een vlinder heb gekozen. Ze is echt een deel van mij, een deel van mijn hart. En omdat ze zeg maar een soort van mijn hartslag is, heb ik het gewoon bij mijn pols gezet. Omdat daar ook een ader loopt waar je heel makkelijk je hartslag kan voelen. Dus dat, ja. Wat het mij geeft is een gevoel dat ze altijd bij me is. In de zin van dat ik haar altijd herdenk. Niet zozeer in de zin van oké, haar geest of zo is bij me. Maar dat ze altijd een deel van me zal zijn. Ongeacht dat ze hier in Nederland begraven is. En ik ben misschien aan de andere kant van de wereld. Ze is in die zin heb ik haar altijd een soort van bij me. Dus ja.